kwart na negen zijn we weg. Hey, kom maar. Nog even. Ik kan er niet meer op wachten. Kom. Luister naar Baloo. 50. Met uw rugzak. Loser. Ja, loser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, Dries, begin jij daar ook maar aan. Hè. Kom, 50. 1, 2, en ik kan rapper. 3, 4. Kom, het is goed. Dries, recht. David, nest, kreet! Welpen, haal! Goed zo. Jongens, we zitten met een probleem. Ja, ik weet niet of we op kamp gaan kunnen vertrekken. Kijk, er worden geheimzinnige dingen gesignaleerd rond ons kampterrein. Mensen uit het dorp spreken over Kai. Een kleine jongen die zich schuilhoudt in het bos en 's nachts verandert in een weerwolf. Dat is bullshit. Ja? Wel, ik geloof dat eerst ook niet. Maar vorige week is er op dezelfde plek een jong koppel verdwenen. Ze hebben alleen hun fototoestel teruggevonden. Als je goed naar die foto's kijkt, dan zie je een soort van vage schim. Half mens en half dier. Echt vettig zo. Van de plaatselijke politie mogen wij het kampterrein betreden. Maar enkel op eigen risico. Want wie gebeten wordt, verandert zelf in een weerwolf. Wat denken jullie? Blijven we hier? Lik een bende lafaards? Of gaan we ervoor? Weet je wat? Kijk aan godverdomme mijn klote kussen. Zo maak ik het hoor. Kom aan, welpen. Ons avontuur begint nu! Je moet je zien, echt. Dus die vrouw die krijgt telefoon, die meneer aan de lijn zegt zo: ik weet waar je bent, ik ben bij je thuis. Oeh, met iedereen van mij thuis, kei bang. En ik zit daar zo. Het was niks, hè? Maar zo'n mens, zo, hè? Die vrouw die draait zich om en je man staat er. Michael, dan een gsm? Nee. Kom, afgeven. Serieus, doe de liefde? Dat doet zelfs mijn liefde. Hey! Zeg, er is stront in de ogen of wat? De scout is altijd attent en beleefd, vooral tegen vrouwen en kinderen. Goed fucking bezig, Peter. Jongens, dit is Jasmijn, onze voerierster. Dag Chris. Dag Jasmijn. Geen groetje helpen. Yo. Sorry. Oh,
Hallo. Wat een grote kaart is dat, zeg. Zijn we hier daarnet gepasseerd of niet? Ja, joh. Toch zot, hè, dat er zo'n machientje bestaat dat je op je voorruit plakt en dat je exact vertelt hoe dat je juist moet rijden. Denk jij dat hier een bouwde GPS had? Kasselrock. De nieuwe zendjes, de zendjes. Fokkers op ons campterrein. We zullen snel weten. Gozer. Check die trainingspakjes. Ja. Bonjour. Moi, je suis Chris. Bonjour, je suis Chris. Est-ce que vous en êtes? Quoi? Je suis Chris. Est-ce que vous en êtes? Nous, on a un Louis. Je comprends pas. Alles oké? Okay. Hé, la marmotte, la goûte à mon petit frère. Ouais, jongen. Hé, hey, ferme ta gueule, grosse pute. Quoi? Quoi? Je te zeggen, heb je dat tegen mij? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Prends les clés là. Vas-y, défonce-le, Vince. Toi, tu bouges pas. Défonce-le, Vince. Vas-y, Vince, défonce-le, je te dis. Voilà, si ça frappe. Toi, tu bouges pas, là. T'avances. Vas-y, défonce-le, putain. Comment? Cache ton flamant. Vas-y, viens. Viens. Moi, je vous prends tous les deux, là. Viens. Sale pute, moi. Oh, my. Had ik rappel, zei die walen? Die gasten hebben chance dat de crisis er was om mij tegen te houden. Wie heeft er zin in een boogspel? Ja! Ja. Is nog wel eens een kontje in de maat? Putain, hoe is het? Bon. Hé, hey, non! Non, pas par là! Niet! Pas par là, oh! Wacht, ik ga wel even.
toch nog een schoon stukje Wallonië gevonden. Niet te ver van de camion. Ga weer als kamp opzetten, Balou. Ja, als het aan mij ligt wel, Jesse. Dan zei dat ik heel liever op het patatenveld wil kamperen. Sam! Sam, godverdomme! Je comprends, monsieur l'agent. Oui. Ça va. Oui. À tout de suite, oui. Ja. Hij ging een keer een klapje doen. Met die trainingspakjes, maar echt gemotiveerd klonk hij toch niet. Kom aan, we blijven gewoon hier, zeg. We hebben hier alles wat we nodig hebben. We vallen niemand lastig. Chris, jij weet toch even goed als ik dat die gasten elke dag gaan blijven terugkomen om ons lastig te vallen. Je valt voor de rest toch niks anders te doen. Oké. Okay. Wie kan hier goed piano spelen? Ikke. Sam, dan moet jij de Hudo graven. Hudo? Allee, jongen. Hudo, haal uw darmen open. Ja, snap het niet. De kakput. Allee, kom, en de rest allemaal de camion uitladen. We gaan hier ons tenten opslaan. Hup, hup, hup. Chris de Valk. Bonjour, agent Franju. Ah, enchanté. Ce n'est pas ce que nous avions convenu, monsieur de Valk. Ben non. Oui, c'est bien, mais après notre rendez-vous avec les jeunes là, avec leurs petits autos, on a trouvé cet endroit magnifique ici. Moi, je pensais qu'on gênait personne. Ça, c'est sûr. Depuis que l'usine d'autobus a fait faillite, plus personne ne vient ici. Il y a une petite chose que vous devez savoir, monsieur de Valk. À l'époque, les ouvriers ont très mal vécu leur licenciement, vous comprenez? Oui. J'ai dû en décrocher plus d'un qui se balançait au bout d'une corde. Le père de Marc et Vincent, les deux jeunes sur le go-car, oui. Ah ben, c'était l'un d'eux. Ouf. Bah, tant qu'on ne rencontre rien de ça, hein, les petits garçons, et tant que Marc et ses amis nous laissent tranquilles... Ah, croyez-moi. Marc ne reviendra pas dans ce bois. Et moi non plus, d'ailleurs. Bon. Ben, si vous aimez tant ça, être ici, eh ben, faites comme chez vous. Oui. Hein? Ah, merci, c'est très gentil. Comme ça, je vois qui me sonne. Ah. Oui, c'est aussi un appareil photo. Oui, oui. La technologie, monsieur de Valk, la technologie.
spel dat hier al recht moet staan. Ja, dat is mijn moeder gisteren ook zei. Hè? Ik heb Kai gezien. Kai? Ik zet dat liggen, hè? De grond. Hé! Hey. Wat een leuke naam. Nee! Hé! Oh, hé! Hey. Hey. Kom hier. Iedereen verder de camion uitladen. Wat gebeurt er hier? Sam is de leugenaar. Rustig. Nee. Wat is er gebeurd, Sam? Zegt dat hij Kai gezien heeft. Ik heb Kai ook gezien. Jongens, jullie hebben het kampboekje toch gelezen, hè? Kai wordt alleen maar 's nachts een weerwolf. Hoe? Ik weet zeker. Scoutswoord. Pas op, hè, man. Hé. Hey. Scoutswoord is scoutswoord, hè? Ja? Jij biedt uw excuses aan. Oh. Dag, vriend. Ik had meer verwacht van een nestleider. Ik hou je in de ogen. Kom, move it. Ik heb gezegd dat we de Sam beter hadden thuis gelaten. Als ik een zijkant ga. Handicap? Handicap? Zijn uw zaken niet? Ik ben de nestleider. Alle welpen zijn mijn zaken, ook eikels zoals jij. De avond is neergekomen. De zonne zonk, het duister klom. De winden doorruisen de bomen. En bij de sterren staan alom.
Wij knielen neer om u te zingen. In het slapend woud, ons avondlied. Wij danken u voor wat we ontvingen. En vragen, Heer, verlaat ons niet. Scouts en rijders, nieuwen en leden. Door de stilte klinkt onze leer. Luisterend, fluisterend, kruinen mee. En sterren staan al teder. Geef ons weer zegen en rust en vrede. Welpen, morgen begint ons groot avontuur. Ik hoop dat jullie er allemaal klaar voor zijn. Wat is het, mannen? Bang van een dode boom? Of het is misschien Kai, die welpenbloed geroken heeft. Oké, welpen, morgen wordt een lange dag. Het is tijd om in jullie nest te kruipen. Slaap wel. Dat nemen we zeker niet mee op welpenkamp. Snoep! Oeps. Computerspelletjes. Wacht. Mijn PSP heb ik niet bij. Maar wel... Playboy! Mokke! Ja, dat boeit niet. Ja, Michael, we weten het. Je hebt die Sofie om aan je piet te trekken, hè? Stap toe! Zwijgen en slapen. Ik denk dat we ons kampverhaal wat moeten aanpassen. Sam die gaat er veel te hard in op. Straks willen ze allemaal naar huis. Over wat ga je het? Sam. Over Sam. Ah, onze kleine zot. Kleine zot? Scheelt er iets met Sam? Nee. Met Sam. Huh? Nee, maar is goed. Als ik het niet mag weten, ga ik gewoon slapen. Hè. Slaap wel. Nee. Wil je het weten? Ja. Wil je het echt weten? Ja. Inspectie! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
Jullie weten maar al te goed dat de strengste verboden is om 's nachts uit jullie tent te komen. Degene die dus denkt dat hem de stoere moet uithangen en dat hem 's nachts aan ons spullen moet zitten, en wel, die gaan nu erachter komen dat op kamp gaan niet altijd even plezant is. Begrepen? Dat is mijn. Ik houd de man in de oog. Iedereen blijft voor zich uitkijken. Je had gisteren een chocotas beter in een keer op je frit. Je had gisteren beter de koeien vertrokken. De dieven krijgen nog geen kans om alles terug te geven. Dat is mij naar een armband. Iemand? Mijn reserve Maglite? De zult als een hondenbrokken? Kom, allemaal terug in jullie nest. Ontbijt over een uur. En tot dan wil ik geen piep uit deze tent horen. Begrepen? Denk je, het zou toch die Margies geweest zijn met een go-kart? Nee, dat de sultan al lang niet op kop bijeen geblaft. Maar ja, er is hier iedereen met ons kloten aan het spelen. Allee, fuck, dat was een playing van mijn broer. Ah, ik ben zo geschost. Weet wie dat er zo moet stelen? Ja, wie dan? Kai, ga hem zoeken, ga hem mee. Sam, niks tegen haar keel of Baloo zeggen. Ik heb niks gepikt. Kom jongen, het is goed als een lichaam dat niks gepikt heeft. Wat? Niks heb ik niet gegeten vooraleer dat we voltallig zijn. Hier is ze, onze weerwolvenjager. En? Al iets gevangen, jongen? Nee. Wow, Sam. Als wij allemaal op ons eten moeten wachten, dan ga jij ook, hè. 5 rondjes rond terrein. Nee. En als je nog lang blijft zagen, dan komen er 5 bij. Kom. Zullen we een beetje helpen? Zoltan, attack! Kom aan, Zoltan! Pak hem, jongen! Pak hem, Zoltan! Peter, stuur die hond terug! Zoltan, af!
Allez, démarre, putain de merde. Elle se passe quoi? Je sais pas, moi, elle marche plus. Ah, putain, mais frappe pas comme ça. Vas-y. Sur la vue de ma mère, je sais pas que t'as pas cassé la machine. Mais non, je l'ai pas cassé ta machine, c'est bon. T'as mis de l'essence? Non. T'as pas mis d'essence? Bah non, tu m'as jamais dit de mettre de l'essence. T'as pas mis d'essence? Bah non. Toi, t'as un con, toi. Ça va, je m'excuse, c'est bon. Attends, Vincent, tu vas où, là? Je vais me servir chez les scouts. Quoi, tu veux dire? Non, moi, je rentre pas dans le bois. Quoi, t'as peur? Non, j'ai pas peur. T'as peur? J'ai pas peur. Je sens que t'as peur, espèce de pute. Vas-y, tu bouges pas, tu restes là. Hail, hail, the gang's all here. Never mind the weather, here we are together. Hail, hail, the gang's all here. Sure, we're glad that you're here too. Hail, hail, the gang's all here. We're a bunch of live ones, not a single dead one. Hail, hail, the gang's all here. Sure, I'm glad that I'm here too. Okay.
Proosten, Bas. Dankjewel. Smakelijk, hè? Ja. Moet Chris geen rijstpap hebben? Ik denk dat hij in de tent zit. Oh. Baloo zegt... Trommel op tafel. Zegt allemaal omhoog laden. Baloo zegt stop. Allemaal recht staan. Please, Steven, ik heb niet Baloo zegt gezegd. Gedisqualificeerd. Oké. Baloo zegt. Zo snel mogelijk jullie pilamp halen en dan pakken we die motherfucker! Yeah! Ja, weer of wat? Is er nog een genoten, witzak? Een woord erover tegen de kies. Dan breken we niet.
Zoltan? Stop! Stop! Listen. Hallo? Thomas! Waar ben jij? What the fuck is dat hier? Je vriend heeft mij een hond vermoord! Het was Kai! Sam, ga uit in de kamioen zitten en blijf daar! Tot als ik het zeg! Rustig! Jongen! We zijn net hier, Judo. Chris, doe niet onnozel. We bellen de flikken vooraleer dat jij klein in heel dat kamp afslaat. Eerst zijn versie, hoor. Oké. Okay. Het is oké. De rest slaapt. Zeg, wat is dat? Is dat Sam bloed? De Sam heeft mijn hond afgemaakt. Wat? Ja. Oh, nee. Sam heeft ons zien kussen. Geen gesmos op het kamp, zei ik, gasten. Is dat nu zo moeilijk? En dan is de Peter uitgevlogen en dan heeft Zoltan Sam gebeten. Goed bezig. Chapeau. Nee, Chris. Jij kunt beter zwijgen. Ik ben niet boos, oké? Ik wil gewoon weten wat er daar in het bos gebeurd is. Hé, hey, kun je mij dat zeggen? Vorige zomer staat er een vrouw voor ons. Voor de Chris en mij. Ze heeft een zoon, een pleegzoon. Ze wil dat hij bij ons op de scouts komt. We moeten er wel voorzichtig mee zijn, zegt ze. Want,
Het schijnt dat je kleine nogal een stevig verleden heeft. Wat voor verleden, dat mogen we niet weten. Hé. Hey. Ik heb hem niet vermoord. Zo komen we niet verder, Sam. Het was Kai. Kai, dat is een verhaalje dat Peter en ik verzonnen hebben om het kampverhaal wat spannender te maken. Ik zeg tegen Chris, ik ben geen fucking psychiater, ik ben scoutsleider. Echt autisten en kleine mannen dat achter hun gat genaaid zijn, die moeten ze naar een dokter brengen of naar het zottekot, maar niet naar de scouts. Maar ja, ik neem hier duidelijk niet alleen de beslissingen. Jij bestaat wel. Want in het bos in een boom. Je hebt een dier vermoord! Voor het plezier! Dat doe je niet! Hé, stop! Fuck! Laat hem lopen. Loop dan mee! Is dat de politie? Pak eens op. Zwijg toch, hm. Pak eens op. Nee, dat is een antwoordapparaat. Oké, okay, jij blijft hier bij de welpen. Wij gaan Sam zoeken. Ik ga juist niemand zoeken. Dan krepeert in dat bos. Hé? Hey, wanneer ga jij je verantwoordelijkheid een keer nemen? Huh? Had jij je gedragen like een volwassene, wat hier niet gestaan? Gaan we het over verantwoordelijkheid hebben of wat, Chris? Sam is toch uw projectje? Gaat het dan achter, hè, meneer Pastoor? Hé, hey, rustig! 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 Oké. Okay. We zijn een kleine kwijt. En ik ga daar niet voor opdraaien. Vecht het uit. Ik ga de Sam zoeken. Kai! Op dikzak. Kom aan.
Waar ga je naartoe, brillekes? Brillekes. De Sam is weg. Die vuile freak. Balou. Slapen, David. Hallo? Sorry, qu'est-ce qui se passe? Faut voir ce qui se passe! Thank you.
Help! Help me! Nee! 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 Dit doe ik niet! Doe het niet! Doe het niet! Nee! Doe het niet! Verstaan! Dries! Lopen! Daar zit jongen. Max kan gelijk hier ja. Ik ben op blij met Baloo gezegd! Dries! Iedereen is op het blad liggen! Sam! Jasmin! Jasmin! Help me! Help me, hartfreak!
Thank you.
Ah!